Welkom bij Squid Game! Vandaag nemen 100 spelers het tegen elkaar op in een grote battle met de originele spelletjes uit de serie Squid Game. De winnaar van Squid Game die krijgt een makke rank voor lifetime. Dus dat is één behoorlijke prijs. Echt, die serie komt nu om mijn neus uit, maar het is toch heel leuk om dit in Minecraft te doen. Dus vandaag gaan wij het spelen. En deze zaal kennen jullie waarschijnlijk wel. Dit is namelijk de slaapkamer van alle deelnemers. Je ziet ook wat guards er tussendoor lopen. Maar volgens mij zijn dit wel 100 spelers. Zo, iedereen is nu aan het eten. We geven iedereen eten. En dan gaat zo het eerste spel beginnen. En dat is natuurlijk Anna-Maria Koekoek. Iedereen kent het. Oftewel Red Light, Green Light. Ik hoef het niet uit te leggen, want als je dat niet begrijpt, dan ben je helemaal koekoek, ja? Het lijkt er trouwens op alsof de guards hier geen controle hebben. Iedereen loopt er nu al doorheen. Wat is dit nou? Ja, ik als frontman moet er eigenlijk iets tegen doen, hè? Moet ik niet iedereen gewoon nu afknallen? Omdat ze allemaal als een stel gekken rondlopen, joh. En daar komen ze op naar de eerste game. Oké. Kijk, even doorlopen hier. En kijk eens even. Iedereen is in het mooie trappenhuis. En daar staan ze dan. De allereerste game. Red Light, Green Light. Iedereen kent natuurlijk die doodenge pop hier. Zo, ik ga gewoon klaarstaan nu. Oh, dit gaat zo ziek worden. Kijk, al die guards staan dan. Dit is zo nice. Zometeen komt in het beeld Red Light of Green Light staan. Nou, het is echt heel erg simpel. En wij knallen gewoon iedereen kapot die zich daar niet aan houdt. Oké, de eerste Red Light. Ja! Boom. Boom. Die dood. Iedereen die trouwens loopt. Iedereen die loopt. Iedereen die loopt. Er was toch geen Green Light? Er is toch geen Green Light, jongens? Haha! Die gaat dood. Knal ze af. Oh ja, jij hebt ook een stapje gezet. Mag niet. Jij hebt ook een stapje gezet. Sorry, mijn jongen. Zo, dit ruimt op. Dit ruimt op. Oh, green light. Oh, yo, red light. Oké, ja. Die dood. Doei. Oké, nou, ze doen het goed. Ze doen het goed. Ze doen het heel goed. Ik ga nu hier staan. Dit is zo sick. Dit is zo sick. Oh, ze zijn echt allemaal stil. Damn. Ja. Oké. Oeh, ja. Diepe boog. Kijk wat de guards knallen. Oh, dit is sick. Ze doen het wel goed hoor. Beweegt iemand nog? Sneaky een klein beetje. Ik hou iedereen in de gaten, hè. Iedereen houden we in. Oh, daar gaan ze weer. Oké, ja. Oh, ja. Jij bewoog. Nou, er worden niet veel afgeknald hoor. Ik let heel goed op. Ik moet op blijven letten, jongen. Oh, daar gaan ze weer. Ja, voor mij. Ik kan ze nu bijna niet meer raken. Oh, ja. Die bewoog nog. Oh. We blijven kijken. Eén klein sprongetje is al verkeerd, hè. Dat is al verkeerd. In de serie bewegen ze nog wel een beetje zo, maar hier mag je niet eens springen. Je moet gewoon stilstaan. Oh. Oeh, ja, wacht. Ja, hij had er gesnuift. Oké, ja, ik kan er moeilijk bij komen. Ik wil niet iemand afknallen die daadwerkelijk wel stil stond. Oké, weet je wat? Ik ga nu naar beneden. Ik ga bij de lijn wachten. Kom op. Oh, je wordt ook afgeremd. Oh, dat wist ik niet eens. Ik ga even hier staan, jongens. Ik ga gewoon hier staan. Oh, dit is leuk. Kom dan, hè. Kom dan. Oh, ze kunnen mij mappen. Dat wist ik niet eens. Ja. Sorry, man. Hij stond op de lijn. Je mag me trouwens best mappen, maar dan knal ik je gelijk af. Oeh, ze zijn er nog niet allemaal, jongens. Dit is spannend, gek. Oh, oeh, ja. Ja, hij werd al afgekrald. Ik wist het niet zeker, want anders die zag het wel. Oké, ja, deze laatste, die moet opschieten, jongens. Er zijn nog een paar over. Laatste poging. Ja, jullie zijn echt zo traag. Jij wordt afgeknald. Oké, jij ook. Doei. Later. Zo, geen genade. Oké, ik als frontman heb even overleg met mezelf. Ja, wat is het plan? We gaan het nog een keertje doen. Want er zijn best wel heel veel mensen overgebleven. Ik denk nog iets van 60 van 100. Dus we gaan gewoon nog een rondje doen. Even kijken of iemand nog een foutje maakt. En dan filteren we er iets van 10% nog uit. En dan pas gaan we naar de volgende game natuurlijk. Oh, greenlight. Daar gaan ze. Oh. Ja. Die bewoog. Oké, dat twee die bewogen. Goed op blijven letten. Oh, ja. Doei. Sorry, man. Oh, te laat. Of te vroeg. Hij knalde oprecht de verkeerde af. Nee. Oh, ja, het kan gebeuren. Nee. Welke guard was dat? Oh, wacht, nu let ik zelf niet op. Er was één guard die knalde verkeerd. Ja, als je een engel niet kan pakken, dan moet je ze sowieso een voordeel geven natuurlijk. Kijk, we zijn natuurlijk ook mensen. Er kunnen fouten gemaakt worden, maar probeer het zo eerlijk mogelijk. Oeh, ja. Zo, er gaan best veel dood. Dat had ik niet verwacht. Wat? Huh? Loopt er nou iemand?
Loopt daar nou serieus iemand? Er loopt iemand daar bij de finish. Er loopt iemand bij de finish. Wat doet hij daar? Oké, nou, geen enkele guard zag hem. Goed op blijven letten. Niemand mag bewegen. Als iemand beweegt, is hij marsdood. En dan gaan ze... dan gaan ze weer. Oh, ja, die moet dood. Oh, nee, wat doe ik? Oh my god, het spijt me. Ja, het spijt me. Ik liet hem per ongeluk los. Dat is zo sad. Woeps, het kan gebeuren, jongens. Ja, die is de... Oké. Ik heb nu één foutje gemaakt. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk. Zo, nou, er zijn veel uitgefilterd, hoor. Er zijn echt weer veel uitgefilterd. Oké. We gaan op blijven letten. Ja, die bewoog. Ja, goed zo. Die bewoog, hè. Ik zag het ook. Laatste poging! Je moet lopen. Iedereen is er al. Sorry, man. Te laat. Je bent veel te laat. Je bent veel te laat. Nogmaals, sorry voor de spelers die prog zijn afgeknald. Zijn er volgens mij 2 of 3. Kan gebeuren. Nou, er zijn denk ik nog iets van 30. Er zijn nu echt veel doodgaan. Echt de helft van die groep is weer doodgaan. Had ik nooit verwacht. Dan is het tijd voor game 2. Deze kennen we allemaal natuurlijk. Je moet het figuurtje moet je eruit likken. Of eruit met zo'n pinnetje eruit halen. Nou, nu doe je dat lekker met je hand. En dit is Team Paraplu. Als je die kiest, dan met respect. Dit is Team Ster. Die is trouwens ook best lastig. Ik bedoel, in de serie is een heel groot onderscheid hier niet. En dit vak is puur voor de... Wat is dit ook alweer? Dit is... Ik weet niet eens wat het is, joh. Je hebt een ster, je hebt een umbrella natuurlijk, je hebt een driehoek en een cirkel. Oh, ja, dit moet de cirkel voorstellen, denk ik. Nee, dit is de driehoek. Tuurlijk, dit is de driehoek. Wat ben ik nou weer dom? En dit is de cirkel. Logisch. Nou, iedereen moet een team kiezen. Dat gaan ze nu zo meteen ook doen. Check dit. Iedereen kiest voor het rondje. Wat? Oké. Niemand kiest dus voor de paraplu. En de ster wordt ook veel gekozen. Echt, mensen hebben wel de serie gekeken. Want ja, wat boeit dit nou weer? Dit kan je toch ook wel doen? Kom op, heb eens even lef, man. Kijk, deze gast, die heeft tenminste lef. Of toch niet? Ook niet. Oké, nice. Oké, keuzes zijn gemaakt. Dit vak hier is helemaal vol bij... Ja, ik weet nog steeds niet wat dit is. Volgens mij is dit het vierkant, denk ik. Ja, dat is het vierkant. Dit is de ster. Dit is het rondje. Niemand kiest voor het rondje, zo te zien. En we hebben er alles ingedeeld. Iedereen staat bij een vak. Oh, trouwens, ik begrijp wel waarom niemand de paraplu doet. Dit is ook echt niet te doen, volgens mij. Is dit wel te doen? Ja, het is te doen. Het is sowieso te doen. Je kan vanaf hier kan je gewoon de blokken hakken. Dus hij is wel te doen. Alleen, ja, deze is wel echt pittig, hoor. Oh, ja, ze beginnen. Let's go. Oké, ze zijn bezig. Kijk dan. Oeh, hij is echt zo rustig. Je ziet het gewoon. Overal staat er gewoon een guard bij. Oké. Pas op, hè. 1 blokje verkeerd, hè. Als dit blokje hier weggaat, is hij dood. Toch? Ja, dan is hij dood. Ja, hij moet als guard er heel goed opletten, natuurlijk. Ik bedoel, ik loop hier wel mooi een beetje langs, maar ik moet wel heel goed checken of het wel... Hey, wacht eens. Dit klopt niet, toch? Ah, ik geef hem nog even. Volgens mij kan dit al nu niet meer, dacht ik. Oh! Oh, dat zag er zo brutaal uit. Boom! Oh, dat was zo fijn. Ik ben echt helemaal hees, jongens. Het spijt me. Maar dit was zo grappig. Wat deed die gast? Oh, dat was zo mooi. Dat was zo mooi. Oh, met dat geluid erbij. Oké, dit is geniaal. Waarom heeft deze gast niks gedaan? Je hebt niks gedaan. Je hoeft niet alles weg te hakken, hè. Deze gast doet het slim. Je hoeft niet alles weg te hakken. Je kan gewoon het figuur eruit hakken. Hij moet er gewoon uitgepopt worden, net als in de serie. Dan heb je hem. Jij sloeg me. Sorry, jij gaat dood. Ja, heel simpel. Als je de frontman slaat, ben je sowieso dood. Gewoon het figuur is genoeg, hè. Het figuur is genoeg. Hij moet helemaal losstaan. Kijk al die guards kijken dan. Ja hoor, deze is goed. Jij, wacht, ga maar hier staan. De winnaar is even tegen de muur komen. Ja, goed zo. Blijf hier staan. Jij bent de winnaar. Nice. Deze guy, ja, sorry man. Ik denk dat de tijd zit er bijna op. Ja, deze is ook goed. Deze is ook goed. Kom jij maar tegen de muur. Tegen de muur staan. Winnaars tegen de muur. Nog 10 seconden. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sorry man. Nog een paar die het niet af hebben. Is deze klaar? Ja, deze klaar. Ga tegen de muur. Ga tegen de muur staan. Goed, er zijn volgens mij 4 winnaars uitgekomen. Of 3. 3 van de 9. Dus, volgende groep die hier staat. Dit is een moeilijke. Deze is moeilijk. Je moet echt vooral op tempo. Oké, de volgende ronde gaat bijna beginnen. De guards staan klaar. Ik ga nu spectaten bij het 3. Oh, jij knalt. Ja, ik heb het gezegd.
Sorry man, je moet de frontman niet mappen. En iedereen begint. Oké, let's go. Ik heb het nog een keer gezegd. Je moet gewoon het figuur eruit hakken. Er mogen stukken vliegen. Maakt niet uit. Gewoon dit figuur moet eruit. Als iemand ook maar dit blokje in het midden weghakt, knal ik hem gelijk af. Dus ik ga gelijk checken. Ik check nu bij dit figuur. Ja, de mensen die achterin zijn, hebben het wel moeilijker hoor. Die moeten regelmatig teruglopen. Deze guy gaat gelijk naar boven. Dat is best slim. Goede tactiek. Oh, hier worden mensen afgeknald. Haha. Kijk hier ook even. Vage tactiek wat deze doet, maar wie weet werkt het. Ja, deze is gewoon prima te doen. Ik snap ook niet waarom... Ja, oké, ik snap op zich wel waarom niemand hiervoor kiest. Het is echt een hele lastige. Is hier iemand afgeknald voor... Oh, nou. Nou, dit is het middenblok, toch? Oh, die is al dood, of niet? Ja, hij is dood. Ik dacht al. Ja. Haha, verkeerde blokken, jongen. Deze doet het heel goed. Nice, goed bezig. Nog 1 minuut de tijd. De winnaars zitten hier op het bankje. De andere winnaren mogen zometeen ook naar het middelste bankje gaan. En ja hoor, kijk eens even. Hij heeft hem gehaald. Ja hoor, je hebt hem gehaald. Goed zo, Himin. Jij mag even naar het middelste bankje gaan. Bij de andere winnaars. Ga daar maar tussen zitten. Nog 30 seconden jongens, kom op. Ja, deze is ook bijna klaar. Goed bezig, Immortal. Er wordt weer iemand afgeknald hier. Oké. Ja, deze heeft hem ook bijna. Kom op, opschieten jongens. Nog 5, 4, 3. Ja, deze is goed, deze is goed. 3, 2, 1. Ja, sorry, die is fout. Hey! We hebben een redder! Oké, hij is dood. Knal de rest af, knal de rest af. De winnaar mag naar het bankje. Zo, er blijven echt niet veel over, joh. Dit was een moeilijke, hoor. Dit was echt een moeilijke. Ja, je moet gewoon gelijk hakken. Je mag eigenlijk niet stilstaan en je moet gewoon gelijk gaan. En daar gaan ze. De tijd, die gaat weer in. Jullie moeten opschieten. Jullie hebben geen tijd om te twijfelen. Wat doet hij? Hij staat gelijk stil. Ja, je moet eigenlijk gelijk door blijven hakken. Oh! Wacht, wat doe je? Dit was goed, toch? Ja, hij heeft de prog afgeknald. Ja, dat kan gebeuren. Kan gebeuren. Guards moeten ook scherp blijven, hoor. Eigenlijk moet ik hem nu afknallen. Want dit kan natuurlijk niet. Hier mogen geen fouten gemaakt worden. Maar het is helaas wel gebeurd. Oké, ze zijn goed bezig allemaal. Dit ziet er ook goed uit. Geen fouten. Oh, wacht eens even. Hier zijn er ook 2 bezig. Al die guards staan gewoon op deze persoon heen. Wachten tot hij het fout doet. Insane. Ja, deze is pittig. Hij moet opschieten. Maar hij doet het echt. Kijk hoe snel hij gaat. Dit is echt een van de moeilijkste figuren. En oh, hier wordt iemand afgeknald. Zo. Ja, kijk, hier is het foutje. Hier is het foutje. I see. Zo, nou, die heeft het gehaald. GG, goed gedaan. En ook deze is bijna klaar. Oké, nog 30 seconden. 30 seconden. Ja, deze is ook goed, Zebra. Dus lopen met een guard mee. Ja, oh, is deze ook goed? We gaan hem even checken van Jelski Jel. Deze is ook goed, jongens. Deze is gewoon ook goed. Dus die mag ook afgevoerd worden hier naartoe. Zo, het zit erop. Ja, de laatste spelers zijn geëlimineerd. Dit zijn de winnaars. Het zijn er niet veel. Het valt mee. Ik had meer verwacht. We gaan op naar de volgende. En dat is natuurlijk het touwtrekken. Daar is hij dan, het touwtrekken. Ja, deze game mode is echt heel erg leuk. Je krijgt gewoon heel simpel een vishengel. En je moet elkaar eraf hengelen. Nou, je flikkert hier naar beneden. Je bent natuurlijk mors dood als je daar valt. En we doen 1v1's, anders is het echt veel te chaotisch. Heel misschien moeten we het platform zo'n klein beetje aanpassen. Want ik denk als iemand hier loopt te campen de hele tijd. Dat het dan uiteindelijk misschien wel niet te doen is. Dus we gaan het zien. En daar gaan ze dan. De allereerste. Let's go. Ik ben benieuwd. Ik ben... Oh! Oeh! 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 Het touwtrekken jongens. Dit gaat heen en weer. Oh! Gefeliciteerd Daan. Ja hoor. En daar gaan ze dan. De volgende ronde. Let's go. Oké, ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Wie gaat dit winnen? Zo, dit gaat gelijk op. Dit gaat gelijk op. Woe. Kijk. Oeh, daar ging hij bijna. Daar ging hij bijna. Sander doet het heel lekker. Die is volgens mij echt nog geen 1 keer geraakt. Die beet hem ook de hele tijd. Ja, oh, daar ging. Ik dacht al, dat was genoeg. Gefeliciteerd, Sander. Ja, hij speelde het echt beter, want die andere werd echt al 3-4 keer geraakt. GG, goed gespeeld. En de volgende battle, daar gaan ze dan. Deze spelen net anders, hij loopt rondjes. Een bijzondere... Oh, daar gaat hij al. Ik dacht al, rondjes lopen, is dat wel slim? Warfight Man wint deze battle. Ik zit trouwens even te kijken. En dan zijn er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oké, het klopt precies. Als het namelijk niet klopte, dan was 1 persoon al gelijk door. En daar gaan ze. Alright, het volgende duo. Of duo moet ik eigenlijk niet zeggen, want ze strijden tegen elkaar, hè. Oh, daar ging hij bijna. Zo, ik ben benieuwd naar zijn comeback hoor. Gaat hij een comeback maken? Oeh, daar ging hij weer bijna.
Oeh, ja. Oh, damn. Hij werd bijna hier helemaal naartoe getrokken. Gefeliciteerd, Himim. Ja, er staan hier nog een aantal spelers. Super gespannen natuurlijk. Die zijn zo meteen aan de beurt. En daar gaan ze dan. De volgende spelers. Oké, joh, dit lijkt echt op dat meisje trouwens van de serie. Damn. Dit is zo spannend. Dit is oprecht spannend. Oh, ja, hij campt ook heel... Oh, wauw. Wauw. Wauw, dus campen helpt niet. Hij stond de hele tijd strak tegen de muur, werd twee keer achter elkaar getrokken. Want als jij campt, dan wacht je dus heel erg af. En als je na één keer getrokken wordt, dan ben je ook niet gewend om te springen. Dus dan kan het heel snel voorbij zijn. De volgende twee, daar gaan ze. Oeh, daar gaat hij bijna gelijk. Oeh, hij gooit goed. Hij heeft een goede gooitechniek. Kijk dan, kijk dan. Oh, daar gaat hij zelf bijna. Oeh, ik dacht dat hij hem had. Dit is zo spannend. Dit is zo spannend. Wie gaat het winnen? Wie gaat hier naar beneden vallen? Het is zo hoog. Je bent mors dood. Oeh, ah, ja, je ziet dat hij kan er niet meer. Hij is te zenuwachtig volgens mij. En hij is zo kalm. Je ziet het gewoon. Hij is zo kalm. Hij is rustig aan het aimen. Hij is super druk. Oké, waarschijnlijk probeert hij gewoon te ontwijken. Oh, hij heeft hem vast. Wat doet hij? Wat doet hij? Oeh, hij wachtte. Hij timde hem. Slim. Damn, deze gast, hij weet wat hij doet. Oké, eentje is gebroken. Hij heeft gelukkig nog één. Oeh, daar gaan ze dan. Het touw. Oeh, ja! Hij moest in de trek. Oh, dat kon hij hem hebben. Dat kon hij hem hebben. Dat kon hij hem hebben. Ja, nu heb je hem. Zo, als hij nu nog wint. Hij is zo de underdog. Ja, nu heeft hij hem. Nee, oeh. Oeh. Deze is echt mega spannend. Deze is echt zo spannend. Ja, kijk, hij heeft hem weer vast. Hij heeft hem weer vast. Oeh, bijna. Oh, wauw. Zag je die? Zag je die? Dat was echt insane. Wauw, de underdog heeft ook nog gewoon gewonnen. Wauw, in één pool. Dat was zo'n goede pool. Geen genade. En de laatste twee. Oh, oh, ik ben zo benieuwd naar deze. Deze gasten zijn beide gespannen. Je ziet het gewoon. Oh, dit is insane. En dan gaan ze. De laatste battle. Hier staan, nou ja, ik kan ze nog geen finalisten noemen, maar ze zijn close hoor. Oeh. Oeh. Ik ben benieuwd, wie gaat dit winnen? Wie gaat dit winnen? Oeh, en daar gaat Milan bijna. Hij blijft stilstaan. Waarom blijft hij zo stilstaan? Oeh, dit is zo spannend. Oh, en daar gaat hij al. Wauw, GG. Goed gespeeld. Goed gespeeld. Zo, hij valt ook bijna zelf. Ja, dan ben je gewoon dood, hè? Dan ben je gewoon dood. De volgende game mode. En dat zijn natuurlijk de plates. Yes. Eén van deze beide pressure plates, die knapt. Dus dan knapt het hele blok. Dus de kans steeds 50-50. Eigenlijk een soort van roulette wat je aan het spelen bent. Rood of zwart, maar nu met plates. Alleen, we gaan het net wat makkelijker maken. Want er zijn niet zoveel spelers meer. Waar we misschien de eerste ronde toch maar één keer moeten doen. Maar ik vond de ronde zo leuk. Dus wij gaan het wat makkelijker maken. Hier, ik pak even het glowstone en we gaan dit opvullen. Huppakee, zo, hoppa. Mails de platform, komt er maar. Oké, jongens, jullie gaan zo meteen even een soort van minigame doen, genaamd Simon 6. Ik ga gewoon iets zeggen, jullie doen dat. Degene die als eerste reageert, die mag achteraan beginnen. We gaan zo lang door totdat iemand vooraan moet beginnen. En beweeg nu niet meer. Als je nu bukt, dan begin je vooraan. Blijf stilstaan, raak je toetsenbord niet aan. Ik zeg iets en degene die dat als eerste doet, die begint achteraan. Oké, spring! Oké, het was Sander. Sander, jij mag hier links blijven staan. Oké, iedereen, niks meer doen. Niet bukken, niet springen. Spring! Oeh, er waren drie tegelijk. Nog een keer. Spring! Oeh, ja, nu weet ik het weer niet. Ja, Jaske. Jaske als tweede, ja, laatste. Kom maar hier staan, links. Zo, dit is lastig. Jongens, blijf gefocust. Niet bukken, niet bewegen. Spring! Het was Smel. Of niet? Ja, Smel. Ja, kom aan. Smel. Spring! Het was Himen. Oké, komt ie, jongens. Buk! Ja, het was Tunnel. Gaan we naar links. Oké, jongens. Jullie zijn waarschijnlijk beide alsnog dood zometeen. Hartstikke dood. Jullie zijn ver gekomen, ja? Daar komt het op neer. Maar wie weet haal je het, hè? Nog één keer. Gaan we dan. Buk! Ja, War mag naar links. En Daan, jij begint. Woehoe! Dus, jongens, allemaal in de rij staan, allemaal op volgorde. Hou goed in de gaten wat hij springt. Want anders heb je het zo meteen fout. We gaan het zien. Ik ben echt heel erg benieuwd. Daar gaan we dan, jongens. Daan, op jouw teken. En maak er geen scene van, want je wordt afge... Oh! Het is de blok. Oké, die is morsdood. De volgende, jongens, in volgorde. Hè? Wie wil het? Oké, Wargamer. Oké, ja, die is goed natuurlijk. Die is goed natuurlijk. Oké. Hou het in de gaten, hè. Ik ben benieuwd of er überhaupt wel een winnaar uitkomt. Oh! What?
Is het net als in de serie? Dat was ook 3 keer hetzelfde volgens mij. Ja, nu, ja, ik ben benieuwd wat hij nu kiest. En ja, oh! Dat meen je niet. Wauw. De maker van deze map is echt een... Wauw, wat een troll. 4 keer hetzelfde. Oké, de volgende. Nou. Oké, we krijgen denk ik sowieso... Even kijken hoor. We krijgen sowieso 1 winnaar. Maar ik mag hopen dat er meer dan 1 winnaar is, jongens. Kom op. Oh, dit komt perfect uit trouwens. Hierna komt de Squid Game. Kies hem maar. Zou het nu dan wel links zijn? Oh my god, hij ging voor rechts. Ik zou 100% voor links gaan. Nu moet je hem halen. Anders hebben we... Wacht, denk goed naar Jelske. Als jij dit nu niet haalt, hè, dan hebben we al de winnaar. Dan hoeven we geen Squid Game meer te spelen. Denk heel goed na. Anders is Sander de winnaar. En dan wint hij de makkerrank lifetime, ja? Dus denk heel goed na. Dit is jouw moment. Als jij deze pakt, dan komt er een grandioze finale. Denk goed na. En anders hebben we nu een winnaar. Oké, wacht. We kunnen wel even met je meesparren. Dat vind ik wel leuk. Wat zou je kiezen? Ik ben wel benieuwd. I'm gonna pull the reverse. Iedereen had dat ze wat fout. Volgens mij heeft iedereen het fout gehad tot nu toe. Dus dit was echt ziek. Ik zou voor links gaan. Ik zou echt links gaan. 100% links, ja. Oh! Ja! Ja! Wow! Yo, ik zei net in mijn opname, ik zou links gaan. Het is nu de hele tijd rechts geweest. Het zal waarschijnlijk 2 keer links zijn. Jongens, GG. We krijgen de Squid Game finale. Woe! Applausje. Op naar de finale. Oké, de finale. En dit is natuurlijk Squid Game. Voor de mensen die deze niet kennen, het is heel erg simpel. Je hebt een verdedigende partij en je hebt een aanvallende partij. Jelske, omdat jij zo net zo heldhaftig was bij die laatste sprong, mag jij kiezen of je wil verdedigen of aanvallen. Oké, je wil verdedigen. Oké. Dan mag jij in dit cirkeltje hier staan. Nou, dit zijn de regels. Ze zijn heel erg simpel. Sander, jij wilde ervoor zorgen dat Jelske Jal niet bij deze cirkel hierachter komt. Jelske Jal, jij mag alleen maar hinkelen met 1 been. Dus wat jij moet doen, jij moet de hele tijd spatie ingelukt houden. Dus zo, ja? Zo mag je alleen bewegen. Je moet via deze rand naar het rondje zien te komen. En wat Sander mag doen, die moet jou terugslaan. Eigenlijk tot de dood, tot hij je dood heeft. Als jij als aanvaller hier kan komen, in die cirkel kan komen, win jij. Maar als je er niet in komt, als je sterft uiteindelijk... Dan wint Sander. Zijn jullie klaar? In 3, 2, 1, let's go! Oké. Oeh. Komt hij er langs? Dat is de vraag. Komt hij er langs? Als je er 1 keer langs bent, kan het snel gaan. Dan kan het heel snel gaan. Dan kan het heel snel gaan. Kijk, dan kan het snel gaan. Oh! Ja, hij heeft het gehaald. Wauw, GG. Oh! Wauw. Wauw. Dat was de... Wauw. Oké, jongens, wat gaan we hiervan zeggen? Hij heeft het gehaald. En daarna werd hij gekilled. Beide heren, kom naar me toe. Kom naar me toe. Er kan natuurlijk maar 1 persoon Squid Game winnen. Dat weten jullie beiden. Dus, gefeliciteerd, Jelske. Jij hebt gewonnen! Jij hebt Squid Game gewonnen. Jij krijgt de makkerrank. Hey. Oftewel 7 miljard won. Heb jij gewonnen. Gefeliciteerd. Woe. Wat een pot. Wat een ongelofelijke pot. Dit was Squid Game. Wil jij dit vaker zien? Laat het dan zeker even weten in de comments. Dit was echt heel vet. Ik vond het echt gruwelijk. We moeten misschien nog wat dingetjes fine-tunen. Zoals deze laatste game. Het is natuurlijk heel moeilijk om dit na te bootsen. Maar we hebben wel een terechte winnaar. Ik bedoel, Jelske Jal heeft net die jump gedaan. En dat was de moeilijkste keuze ooit in zijn leven, denk ik. Hij heeft het gehaald. Gefeliciteerd. En wat een aflevering, jongens. Wat een aflevering. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal voor meer Squid Game video's en meer Minecraft. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.